Het ministerie van Volksgezondheid heeft de monitoring en responscapaciteit voor de griepgevallen in Suriname vergroot. Vanaf het begin van dit jaar zijn er al 144 ernstige luchtweginfecties gerapporteerd. Dat zijn er veel meer in vergelijking met de afgelopen 3 jaren. Verder zijn er dit jaar al 12 sterfgevallen genoteerd die gerelateerd waren aan luchtweginfecties. 7 van de 12 sterfgevallen waren als gevolg van het influenza H1N1 virus. Deze vorm van influenza wordt gekenmerkt door koorts, droge hoest, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen, keelpijn en een loopneus. Vanuit het BOG zijn er al 3000 personen gevaccineerd tegen de griep. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat mensen die deze griepverschijnselen hebben thuis moeten blijven gedurende de periode dat ze besmettelijk zijn.